Ik wil jullie allemaal heel hartelijk welkom heten in de gemeente Emmen. We hebben de laatste dag van de NOC-NSF Nationale Sportweek. We zijn deze week host city en daar zijn we ontzettend trots op. En we hebben het echt samen gedaan. We hebben de kracht van Emmen laten zien. Emmen wat staat voor sportief bewegen en natuurlijk bewegen. Dat is het unieke in Nederland. En we hebben ook de fantastische samenwerking in Drenthe vooral laten zien. Want dit is niet alleen een Emmens verhaal, maar ook een Drents verhaal. Vorig jaar was het in Assen. We hopen dat het volgend jaar in Coevorden is. Dat we het ook een beetje in Drenthe houden, want we moeten het met elkaar doen. Fakkel is de hele week dwars door Drenthe gegaan om het verhaal van Drenthe te gaan vertellen. Samen met de buurtsportcoaches, samen met sportverenigingen. Ja, echt het geheim van Drenthe is hier echt naar uitgekomen. Zelfs mensen die niet zo heel veel met sport hebben, die weten dat die fakkel die behoort bij de Olympische Spelen. Dus volgens mij motiveert het enorm. Dus het doven van de fakkel is denk ik ook een heel mooi symbool dat we even een eind zetten aan de Nationale Sportweek. Maar we hopen natuurlijk wel dat daarna mensen ook wel aan het sporten blijven. We weten van elkaar, als je het hebt over roken, overgewicht, minder bewegen, dat hier veel mensen zijn die wel de aandacht behoeven. Dus we hebben die Nationale Sportweek juist gezet in samen. Om met elkaar te gaan sporten. Dat alle Emmenaren in die zin komen tot bewegen, komen tot sporten waar ze anders niet zo heel gauw komen. Het is wel heel leuk om hier te zijn in Wildlands in Emmen. En we gaan zo meteen dan naar het skatepark om te rollen met de jongeren. Volgens mij is het ook nog een best trick contest, dus dan ga ik daar even kijken wat ik kan doen. En ja, mensen te inspireren die misschien nog nooit hebben geskate, die langslopen en denken oh vet, om die er wat over uit te leggen en wellicht meer skateboarders achter te laten dan dat er waren. Sport betekent voor mij vrijheid, energie ergens kwijt kunnen. Deze plek is eigenlijk meer een thuis voor mij. Deze plek staat er al meer dan 6 jaar. Gewoon de vibe en wat hier allemaal gebeurt, dat is gewoon heel nice. Sport is alles voor mij.